In deze video gaan we miljonairs vragen of ik in hun zwembad mag zwemmen. Dit is de eerste al. Oh. Alleen is aanbellen niet het meest spannende en vandaar dat ik het opneem tegen Ruben. Goeiedag. Ruben is een Nederlandse YouTuber die Engelse video's maakt. Zo is hij door bijvoorbeeld Yes Theory naar een van de meest sickste locaties ter wereld gestuurd voor een video. Nu ben ik zelf ook groot fan van Yes Theory en ik weet dat hun deze video ook eens hebben opgenomen. En vandaar dat ik Ruben als perfecte tegenstander zie. Nou Ruben, degene die het vaakst in een nieuw zwembad heeft gezwommen, op aankomende uur wint. En het is ook zo dat de verliezer trouwens in een ranzig vijver moet zwemmen. Ben je klaar voor? Ben ready, man. Oké, de tijd is gestart, man. Succes. Oké, zie je die kant op? Oké, wij gaan die kant op. En meteen toen we begonnen met lopen, liep ik al tegen mijn eerste obstakel aan. Ik ben mijn handdoek vergeten. Het is ook niet heel warm. Het is nu zo'n 19 graden, 20 graden. Niet ideaal, maar ik ga gewoon gelijk aanbellen. Ik ben mensen. Oké, ik ben hier vandaag met dame cameraman. Helaas, heerlijk weertje. Zullen we hier gewoon aanbellen? Ik denk het wel, hè? Man, dit is echt heel awkward. Goeiedag. Weet u of de eigenaar thuis is? Ja, ik heb al aangebeld. Ik weet niet of die bel werkt. Yes. Je moet gewoon aanbellen. Oké. Hoe ga ik dit ook vragen aan miljonairs? Moet je wel thuis zijn? Moet ook niet langer wachten dan 2 minuten. Ik denk dat er niemand is. Oké, ik ga wel gewoon door. Ik zie hier verderop een zwembad. Ik denk dat we ietsjes terug moeten en omhoog moeten gaan. En links ook wel aardig wat mensen. Ja, we gaan denk ik anders doen. Oké, we moeten wel echt terug. We moeten echt terug. We moeten eigenlijk die kant op zo van die jongen. Hallo, goeiedag. We hebben een beetje een gek vraagje. En we hebben als challenge dat we zoveel mogelijk zwembaden moeten aanpikken. Ik doe er niet aan mee, dankjewel. Doet u niet aan mee? Even niet. Ik ben echt bang dat Tibo al een zwembad heeft. Fuck. Ik dacht echt dat we hier al binnen waren, man. Ik weet niet of jullie misschien toevallig een paar huizen kennen waar sowieso een zwembad zit waar we het misschien zouden kunnen vragen. We zijn net begonnen, maar ik heb nog 55 minuten in totaal. Oh. Ik heb geen idee. Een zwembad? Ja, ik denk dat je meer die kant op moet, ja. Oké, gaan we die kant juist meer omhoog? Ja, dat zou ik nog doen, ja. Hallo, mag ik u wat vragen? Hele gekke vraag, hoor. Ja, een zwembad zit. Dus ja. Kunnen gaan zwemmen. Ja. Ja, nee, weet je, het is zonnig. En ik denk dat de meeste zwembaden zijn droog nu. Als er nou een flinke bui valt, dan staat er bij de meeste mensen wel de kelder onder water. Maar u heeft mijn collega dus al gezien? Ja, die heb ik gezien. Die heb ik die kant op gewezen. En die leeft nog? Denk, ja, die daar. Ja. Weet u welke kant die uit is gegaan? Ja, ik heb hem die kant op. Die kant op, oké. Misschien bij Paul de Leeuw. Paul de Leeuw? Woont hij daar? Ja, die woont daar. BN'ers stellen dubbel. Ja, weet u welk nummer die woont? Laat lopen. Ja, wat gezellig. Kunt u rennen? Nee, ga weer. Het zou toch wat zijn als we straks even bij Paul de Leeuw in het zwembad. Gaan we dit echt doen dan? Ja, ik guess. Het zou toch echt wat zijn als we hier gewoon even in het zwembad mogen. 1 hour later. Fuck, hij is gewoon niet thuis. Dat is jammer. Oké, laten we gewoon doorpompen, man. Wil je niet eerst even kijken waar een fucking zwembad is? Ja, dat is voordat we überhaupt ergens iets gaan doen. Heeft hij toevallig een zwembad? Ja. Ja, serieus. We doen een challenge waarbij we proberen zoveel mogelijk zwembaden van mensen heel kort even een duik te kunnen nemen en weer gelijk door te gaan naar het volgende. En dan heb je geluk, want hij is ook goed warm. Ja, oh, wat bent u wel? Mag ik je een knuffel geven? Je bent me zo dankbaar. Echt waar, dankjewel. Ja, het zit daaronder volgens mij. Je kan het bijna niet zien. Daarom denk ik bij Google Maps dat je ook bijna niks zag. Maar allemaal hele gek vraag, heel stom. Maar ik ben mijn handdoek ook vergeten. Heb je een handdoek voor me? Ideaal. Kijk, ja, je moet wel een paar blaadjes heb je wel. Oh, ja, je krijgt ook een handdoek van me. Geen probleem. Ruben, ik ga je inhalen, joh. Dit is binnen 5 minuten de eerste zwembad al. No fucking chance. Oké, eerste zwembad. Here I am. Woe. Het is lekker warm. Oh, heerlijk. Let's go. Let's go. Oh shit, mijn telefoon zit nog in mijn zak. Nee. Oké, we gaan er weer uit, want ik moet direct door. Ik wil wel langer zwemmen, maar kan niet. Oké, huis nummer 6. Ik heb hier wel vertrouwen in. Er moet gewoon iemand thuis zijn. Hier is denk ik niemand thuis, nee. Oké, want ik zie daar wel een zwembad ook. Oh, ik zie daar letterlijk ook wel een zwembad. Ik ben bang dat ze niet thuis zijn, eerlijk gezegd. Oké, moet ik daar. Hallo. Alles goed? Ik heb even jullie hulp nodig, boys. We zijn een YouTube video aan het maken. En we moeten zoveel mogelijk zwembaden aantikken. Rijk. Mag ik misschien gewoon even bij jullie voorop en dat we dan naar Rijk gaan? Ja, maar we hebben wel haast. Ik probeer gewoon een soort van hulpjes hier te fixen. Komt die terug? Bro, laat hem ons naar boven. We komen een vriend van Floris en ons tegen. Het zou heel chill zijn als hij ons snel even omhoog kan brengen. Oh shit, een toeval. Nah, dit is bijna gepland, joh. We komen echt heel random tegen. Stijn. Yo. Yo, Stijn. How is life going? Ja, gaat goed, man. We doen op dit moment een challenge waarbij we best zoveel mogelijk miljonairs van zwembaden moeten zwemmen. Ja. En zou je ons even naar boven kunnen brengen? Robin! Wat een topper ben je, man. En voor de duidelijkheid, we zien elkaar nu echt pas net. We hebben het niet afgesproken of wat dan ook. Oh, zou je me naar huis doen? Dus ik zet je voor de deur af. Hoppa! Ben je ook, man. Topper. Yo, geef het ik maar.
Later. Super bedankt, Thijs. Oké, ik ga Ruben ook nu even bellen. Om te kijken hoe het met hem voor staat. Vind ik eigenlijk wel kut, want we zijn halverwege nu op de challenge. Maar misschien heeft hij helemaal niks. Alleen ja, het gaat nu een beetje, loopt een beetje tegen en we zitten echt op de helft al. Yo, man. Oh, nee. Ja, ligt niet. Ik heb er eentje tot nu toe. Oké, ik heb er 0, man. Je hebt er 0? Yes! Oké, succes! Yo! Later! Oké, even nul! Als we zo zullen 2 halen, dan wordt het extra lastig voor hem. Oké, laten we door. Hallo! We mochten hier niet, dus alle hoop is op jullie gevestigd. Ik hoef er echt alleen maar in te zitten en dan ben ik weer weg. Let's go! Zijn jullie de eigenaar van dit huis? Hele gekke vraag misschien, maar hebben jullie een zwembad? Hebben jullie een zwembad? Oh, top! We doen een challenge momenteel. En ik was benieuwd of ik heel snel een brons kon nemen. Ik heb geen gezondheid, het is dicht. Ah, hij is dicht? Precies. Oh. Oké, dankjewel, hè. Zwembad nummer 1, boys. Let's go! Thibo, ik heb er in ieder geval 1, man. 1. Wel beter iets dan niets, maar oh Ruben, ik hoop zo erg niet dat je er 2 hebt of wat dan ook. Ik hoop niet dat ik hem niet bij het zwembad zie, dan ga ik echt janken houden. Ja. Goedemiddag. Yo, de tijd is om, hè? Is de tijd om? Ja. Nee joh, we hadden toch 2 uur? Nee, een uur. Een uur? Ja. Ik dacht oprecht 2 uur. Nou. Ruben, daar zijn we dan. Ben je er klaar voor de uitslag? Ik ben er niet klaar voor, want Ik heb toch een heel goed vermoeden van wat de uitslag is. Ik heb hier echt al een uur op gewacht. We hebben nog niet gezegd tegen elkaar. Ja. Oké, laten we met Ruben beginnen. Oké. Aangetikt. Ja? 1 zwembad. 1 zwembad? Oeh. Ik zie het nu al, bro. Weet je wat? Fuck it. Nee, wacht. Straks heeft hij er 1, wie weet. Nou ja, zoals je weet, toen ik je facetimede, had ik al 1 zwembad. Dat was na 5 minuten al. Maar uiteindelijk ben ik ook op 1 gebleven. Meen je dat? Ja, serieus. Nee. Meen je dat? Ja. Laten we steen, papier, schaar. Gewoon 1 keer? Ja. Oké. Steen, papier, schaar. Wat? Hoe heb ik dat gewonnen? Shit. Hij heeft hem ook gewoon. The next day. Oh, dat gaat wel, joh. Ding! Ik kan gewoon staan. Nice. Wel even je schouders ook. Oké. Echt fucked up. Dankjewel. Hopelijk heb je genoten van deze video. Vergeet vooral niet te abonneren en te liken. En abonneer trouwens ook even op Ruben. Dat vindt hij denk ik wel leuk. Ik wil er echt uit nu.